tijd van corona verandert er voor veel mensen iets in hun inkomen. Misschien raak je je baan kwijt of kun je minder uren werken. Of misschien kun je juist veel meer uren werken. Het is belangrijk dat je een verandering in je inkomen doorgeeft aan de Belastingdienst. Zodat je niet te weinig toeslag krijgt, maar ook niet te veel. Want te veel toeslag moet je later terugbetalen. Wat zijn toeslagen? Toeslagen zijn een aanvulling op je inkomen. Als je een uitkering hebt of weinig salaris. Er zijn 4 toeslagen. Je hebt huurtoeslag, zorgtoeslag, kindgebonden budget en kinderopvangtoeslag. Ik leg het even uit. Huurtoeslag. Als je een huis huurt onder een bepaalde huurprijs en je hebt een laag inkomen, dan kun je in aanmerking komen voor huurtoeslag. Zorgtoeslag. Zorgtoeslag is een bijdrage in de kosten van je Nederlandse zorgverzekering voor mensen met een laag inkomen. Kindgebonden budget. Kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor je kinderen tot 18 jaar. Bekijk dit filmpje voor meer informatie over toeslagen in meerdere talen. Kinderopvangtoeslag. Kinderopvangtoeslag is een bijdrage in de kosten van de kinderopvang voor ouders die werken, een opleiding volgen of inburgering. Deze toeslag is er ook voor mensen die een hoger inkomen hebben. En in dit filmpje kun je nog meer informatie vinden. Ik heb een vraag van mijn cliënt gekregen. Ik ben meer uren gaan werken, dus ik verdien nu meer. Gaat mijn huurtoeslag nu veranderen? Mijn cliënt is dus meer uren gaan werken. Hij verdient nu meer. Hij vraagt of zijn huurtoeslag gaat veranderen. Goed dat je het vraagt. Als je meer gaat verdienen, kan het inderdaad zijn dat 1 of meer van je toeslagen lager worden. Je hebt immers zelf meer inkomsten en de toeslagen zijn bedoeld om mensen met een laag inkomen te ondersteunen. Ook in de volgende situaties kunnen je toeslagen lager of juist hoger worden. Je inkomen verandert, er komt een familielid bij je wonen, bijvoorbeeld bij gezinshereniging, bij geboorte, je hebt geen verblijfsvergunning of niet meer. Je huurprijs verandert, je bent verhuisd of je bent te laat of je hebt niet volledig gereageerd op een brief van de Belastingdienst. Dit soort wijzigingen moet je zelf doorgeven aan de Belastingdienst, zodat zij je toeslagen opnieuw kunnen berekenen. Doe dit zo snel mogelijk, want anders krijg je misschien een tijd te veel toeslag en moet je later een groot bedrag terugbetalen. De toeslagen zijn altijd een voorschot. Aan het einde van het jaar en soms tussentijds wordt berekend of je te veel of misschien te weinig hebt gekregen. Ik ga je nu laten zien hoe je een verandering in je inkomen doorgeeft op mijn toeslagen. Stap 1. Log in met je DigiD op toeslagen.nl. Je kunt hierbij hulp vragen aan een familielid of vriend. Maar vul zelf je DigiD en wachtwoord in en houd dit geheim. Heb je geen DigiD? Bekijk dit filmpje en vraag een DigiD aan. Of vraag je begeleider om hierbij te helpen. Stap 2. Ga naar wijzigingen doorgeven. Stap 3. Ga naar inkomen en vermogen. Klik op Er wijzigt iets in het inkomen. Kies jaar. Stap 4. Vul je nieuwe bruto jaarinkomen in. Het gaat om het bruto bedrag aan salaris, uitkering en misschien andere inkomsten voor het hele jaar. Om dit uit te rekenen, kijk je op je salarisstroken bij loon voor loonheffing of heffingsloon. En tel je de bedragen op voor alle maanden. Voor de komende maanden maak je een schatting. Bruto maandsalaris maal 12 plus vakantiegeld plus 13e maand. Klik op volgende. Stap 5.
Bevestig je wijziging. Klik op Ga verder. Stap 6. Klik op Uitloggen. Het is belangrijk dat je zelf jouw persoonlijke veranderingen op tijd doorgeeft aan de Belastingdienst op mijntoeslagen.nl. Geef veranderingen in je situatie op tijd door. Als de Belastingdienst naar bewijsstukken vraagt, stuur die op tijd op. Deze kan je in jouw administratiemap vinden. Kijk hiervoor ook naar het filmpje Ordenen ontvangen post, in verband met snel, makkelijk documenten vinden en dat je hierdoor op tijd kunt reageren. Geef nooit je DigiD of wachtwoord aan anderen. Log altijd zelf in en houd je wachtwoord geheim. Log altijd uit als je met DigiD of een ander wachtwoord ergens bent ingelogd. Log altijd uit als je klaar bent op een website. Opdracht. Log in op toeslagen.nl en kijk of je inkomen nog klopt. Als het veranderd is, kun je het aanpassen. Kijk dan dit filmpje nog een keer en volg de stappen. Twijfel je of het gelukt is of doe je dit toch liever samen met iemand? Vraag ondersteuning bij je contactpersoon van Vluchtelingenwerk of bij een buurthuis of de gemeente.